In Nederland hebben we ruim 160 Natura 2000 gebieden. Hier komen natuurtypen voor die in Europees verband van groot belang zijn. Door verdroging, verzuring en vermesting hebben die natuurdoeltypen het best wel moeilijk. De uitstoot van stikstofverbindingen speelt een belangrijke rol bij de verzuring en vermesting. Die stikstofverbindingen zijn afkomstig van verkeer, industrie en landbouw. Met dit soort samplers wordt ammoniak gemeten, een van de stikstofverbindingen die bijdraagt aan verzuring en vermesting. Hier is onderzoeker Erik Noordijk van het RIVM bezig om takjes rondom een sampler weg te knippen. Alleen door langjarig te meten kom je erachter hoe groot het ammoniakprobleem is. Pas dan kun je als overheid belangen afwegen en beleid maken om de stikstofemissie terug te dringen. En dan kunnen we die belangrijke Europese natuur ook doorgeven aan volgende generaties. Meten is weten en om Europese natuur te beschermen moet je gezamenlijk aan oplossingen werken.